Universiteit van Nederland legt uit. Waarom moet je nooit met je telefoon naar de wc? Nou, los van alle poep- en plasbacteriën die je op je telefoon krijgt, ga je lekker zo zitten. En dat kan tot plasklachten of zelfs tot incontinentie leiden. Incontinentie is dat je je plas niet meer goed op kan houden en dus te laat bent bij de wc. Je kunt de blaas zien als een ballon. Dit is de blaas, dat bolletje, en dit is de plasbuis. En om die plasbuis heen zitten bekkenspieren en de kringspier. Zo. Hier zien we de blaas die gevuld is. De blaas die vult zich de hele dag door met plas. En mijn vingers, de bekkenbodemspieren, die houden de plas tegen, zodat je je plas op kan houden. Die druk op de blaas geeft een seintje naar je hersenen dat je moet plassen. Een aandranggevoel en dus een plasdruk op de blaaspier. En dan ga je naar de wc. Als je naar die wc gaat, hoef je eigenlijk alleen maar je spieren te ontspannen en je plast. Om te weten wat er misgaat als je gebukt op de wc gaat zitten, zoomen we in op de plasbuis. Die zie je hier. Normaal stroomt de plas er gewoon rechtuit. Maar als we gebukt zitten, dan knijpen je bekkenbodemspieren de plasbuis als het ware dicht, waardoor je een veel nauwer kanaaltje krijgt. Door die nauwere plasbuis gaan mensen proberen te persen. En dan krijg je dit. En dan komt er meer druk op de blaas te staan, daardoor ook nog weer meer druk te staan op die bekkenbodemspieren. En het plassen gaat daardoor allesbehalve makkelijker, want je plast met de deur dicht. Zet je te vaak te veel druk op die bekkenspieren, dan verliest je blaas zijn elasticiteit, waardoor die stugger wordt en er uiteindelijk minder plas in kan. Dus je krijgt sneller het seintje om te plassen. En daardoor ga je vaker naar de wc. Daarnaast is het zo dat je dus kunt verleren hoe je die bekkenbodemspieren goed moet aansturen of moet ontspannen. Samen met die constante plasdruk die je ervaart, is het zo dat je dan te laat kan zijn bij de wc. Dus dat je incontinent wordt, zo noemen we dat. Dan plas je in je broek. Voorovergebogen zitten op je wc heeft ook gevolgen voor je darmen. Kijk hier. Net als bij de plasbuis krijg je een knik als het ware. Het wordt afgeknepen, waardoor de poep achter die knik blijft zitten. En je poept dus niet goed leeg. Die volle darm die zit naast die volle blaas in de buik. En die blaas die heeft aan de andere kant het schaambeen, wat niet meegeeft. Wat er dan gebeurt? Kijk zelf. Die blaas komt in de knel te zitten tussen die volle darm en het schaambeen. Daardoor komt er nog meer druk op die blaas te staan. Daardoor ga je nog meer je best doen om die plas op te houden. Dus je bekkenbodemspieren ga je nog meer aanspannen, waardoor je plasklachten erger worden en de kans op incontinentie, dat verliezen van de plas, dus groter wordt. Wat is nou de goede houding om te gaan zitten? Ik zal het je laten zien. Deze wc is eigenlijk net een beetje te laag en zou een klein verhogingje kunnen hebben, want je moet met je knieën en je heupen in 90 graden ontspannen zitten. Met je billen goed boven de pot, zodat het ook leeg komt daar waar het moet. Je zorgt dat je je schouders boven je heupen hebt zitten en dat je je buikspieren ontspant. Dan zit je voor het plassen netjes rechtop met je rug een beetje gehold. En voor het poepen kun je je bek een beetje kantelen en iets onderuit gaan zitten. Het allerbelangrijkste is nog wel, neem de tijd. In deze wereld vol prikkels willen mensen het liefst zo snel mogelijk van die wc af. Dus persen even en vliegen er weer af. Maar dat is helemaal niet nodig. Het loopt er vanzelf uit. Het hoort er vanzelf uit te lopen. Dus die telefoon, niet nodig. Hebben we genoeg grondstoffen voor de elektrische auto of blijven we altijd op benzine hangen? Mijn naam is Auke Hoekstra, energieonderzoeker aan de TU Eindhoven en de volgende aflevering vertel ik je er alles over.